Het is je zeker niet ontgaan. Onlangs stond de media bol van berichten over de factuur die klanten van woonzorgcentra betalen. Misschien word je daar soms op aangesproken of zit je ook zelf met vragen. Daarom leg ik graag even uit hoe zo'n factuur bepaald wordt. Wanneer het zorgbedrijf een prijsaanvraag doet voor een kamer in een woonzorgcentrum, dan gebeurt dat op basis van een model dat de Vlaamse regering gemaakt heeft. Wij vullen een aantal parameters in op een formulier en we krijgen dan de prijs die eruit voortvloeit. Die prijs respecteren wij. Wij volgen dus de regels van de Vlaamse overheid. Jaarlijks mogen wij een prijsverhoging doorvoeren. Die verhoging is aangepast aan de index. Dat hebben wij het afgelopen jaar ook gedaan. Bij heel uitzonderlijke omstandigheden mogen wij nog een extra prijsverhoging aanrekenen. Het afgelopen jaar hadden wij te maken met stijgende energieprijzen, met stijgende loonkosten en met stijgende prijzen voor voedingsmiddelen. Ondanks al die stijgingen hebben wij niets extra aangerekend, ook al betekenden die stijgingen voor onszelf een hogere kost. We hebben trouwens nog nooit zo'n extra prijsverhoging aangerekend aan onze klanten. En dat terwijl onze eigen financiële balans in de gaten moeten houden. Want we willen natuurlijk een gezond bedrijf blijven. Wij zijn blij te merken dat de meeste van onze klanten voorlopig geen problemen hebben met het betalen van hun factuur. Wij blijven ook lid van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Die vereniging verdedigt de belangen van de openbare woonzorgcentra. Zo houden wij elke dag de vinger aan de pols en kunnen wij zo goed mogelijk voor onze klanten zorgen.